Test, 1, 2, 3. Ja, ik hoor je. Nou, hoor je mij? Hoor je mij? Nee. Test, 1, 2, 3. Test. Test, 1, 2, 3. Test, nu wel. Test, 1, 2, 3. Ja, heel lekker. Hoorde onze lekkere lekker testjes. Hees geluid. Maar iedereen heeft dat lekker gehoord al. Goedenavond, dames en heren. Ja, we moeten wat rustiger praten. Goedenavond, dames en heren. Welkom in Sport Al de Drie Sprong. Bij de wedstrijd de tweede halve finale, Leo. Ja. Tussen binnenland, Startvertaal Binnenland en Den Helder. 1-0 achter. Ja, het is alles of niks vandaag en om in ieder geval een derde wedstrijd af te dwingen. Dus zware kluif voor Startvertaal Binnenland. Zeker met het gegeven dat Jamal Aalmans donderdag geblesseerd raakte in niet van spelen. Klopt. Wie verder rest nog een beetje geblesseerd is, dat ben ik zelf. Ja, een lekker heet stemmetje. Hè? Wat de Kuip al niet doet donderdagavond. Kijk, dan betekent als je hoog zit, tweede ring, dubbel B. Dan met een windje in je nek. Ja, dan gebeurt dit. In ieder geval in Rotterdam zal toch een kampioenschap gaan komen. Laten we daar even vanuit gaan. Maar hier in Barendrecht is het wat moeilijker, Leo. Ja, nee, wat we net al gezegd hebben, het zal een hele zware opgave worden. Maar goed, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ik bedoel, als je er niet in gelooft, hoef je niet te gaan spelen. Dus wat dat betreft, gewoon zaak voor Binnenland om gewoon vanaf minuut 1 scherp te zijn. En te kijken of ze misschien net als donderdag in Den Helder het heft in handen kunnen nemen. En dan zorgen dat je dat uit kan bouwen. Want dat lukt het eerste kwart wel in Den Helder. Nee, klopt. In het eerste kwart stonden ze natuurlijk nog voor. Jij en ik zaten toen ergens anders. Ja. Dus die wedstrijd heb ik ook niet teruggekeken. We hebben geen interviews opgenomen vanwege stem. Dus we gaan gewoon het helemaal vol praten. We proberen Bram een beetje te horen. Ja, Bram, dus gaat in ieder geval de spelers voorstellen. Ja, nee, jullie zullen Bram maar op de achtergrond horen. Wij kijken even mee met de speelsters en wij houden even ons mond, Leo. Ja, Leo, we zijn live weer terug. Jamaica strompelt daar. Ja, de ernst van de blessure zal nog moeten blijken. Dat moet nog onderzocht worden. Ja, ze is wel onderzocht, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Sportarts verwacht geen kruisband. Okay, nou dat zou natuurlijk een mooi meegenomen zijn in die zin. Hè, want de kruisbandblessure is gewoon... Ze gaf aan dat het een zweepslag was, hoog in de kuit of iets. Okay. Of laag in de kuit. Okay. Ja, het klinkt... Klinkt onwerkelijk. Een moment. Zusje Linda vertelt over het gevuilde shirt dat we hebben gedaan van Bezaert, onze Turkse speelster. Ja. En door Mimoen van Gorsje Tours, hè, degene die onze bus ook rijdt altijd. Ja. Die heeft twee meiers 200 euro'tjes betaald voor het goede doel. Ja, voor de aardbevingsramp in Turkije. Heel goed. Goed initiatief ook van Beza. Zeker, vanuit Beza leuk. Ik denk vanuit de vereniging leuk. En vanuit Mimoen leuk dat hij per se dit wilde hebben. Gorsje Tours. Mocht u nog een ritje te doen hebben binnenkort, zoek dat dan even op Gorsje Tours.
nog 6 minuten krijgen. We krijgen toch een extra warming-up, extra lange warming-up. Wij wachten even af, Leo. Hey Leo, ik zie bij Binnenland, even kijken, ik zag daar, Laura denk ik, Janine, Florianne, Marlou. En staat er net iemand voor, hè? Ik denk Lisa, denk ik, maar Lisa staat achter. Ja, die laatste komt zo nog bij Den Helder. Yannick van Veen natuurlijk. Nee, Yannick trouwens, wat vind je daarvan dit jaar? Ja, dragend speelster bij de Helder. Normaal, gewoon, vergeet natuurlijk niet Kiki Fleuren in dit verhaal. En ook de Amerikaanse, Kelsey Lix. Zo, wat een topper is dat geworden. Kelsey Lix. In het begin viel het nog mee. Ja. Maar zeker in de eindfase. En volgens mij is die via die oude Amerikaan binnengekomen. Maar de laatste die wij niet hadden was Eva van Oosten, die mag starten. Ja. Bij Den Helder gaan we dus met Yannick van Veen, Kiki Fleuren, Kelsey Lich. Kelsey Lich, Max van Lingen. Max van Lingen en Lotte Torenstra gaan we beginnen. Nou, eens kijken of Binnenland de start kan nemen die ze vorige week hadden. Afgelopen donderdag natuurlijk een goed eerste kwart. Scheidsrechter Wals gaat zo de bal op gooien. Die Wals die hebben ook al aardig wat play-offs. De meest ervaren arbiter denk ik in het rijtje die we hier hebben staan. Sergio Robinson is in ieder geval de nummer 2. En de nummer 3 heb ik niet paraat, maar jij wel? Ja, nee, zeker niet. Zeker niet, want tegenwoordig zetten ze heel laat in de app. We gaan beginnen in ieder geval, Michel. Sprongbal. En de eerste balbezit is voor. Hij gaat in ieder geval naar de Helderse formatie. U vraagt, wij draaien de heer Nureddin Fatih Yildizhan. Kijk.
Goed. Yannick van Veen, Kiki Fleuren. Nou, de twee dames al wat over gehad hebben. Drie punten, Max van Lingen. Bal gaat mis over de achterlijn. Bal bezit voor startportaal Binnenland. Vanavond doen we het zonder replays. Mensen zonder replays, dus we zullen alles in één keer moeten bekijken. Volle sport hadden drie sprong. Laura Nederveen, goed, andere kant op. Gevuld in ieder geval, Laura Nederveen. Eva van Oosten. Ja, dat is met slechte passing. Molu de Klein liep net weg. En dat is de eerste drie punten van Kelsey Litsch. De helder die het aan de stand verplicht is om... En balverlies van Laura Nederveen. Snelle break en opnieuw Kelsey Litsch. Vijf punten, Amerikaanse. Eerste vijf. En aanvallende fout. Florian de Boekenstein. Slecht begin in ieder geval van de Barendrechtse formatie. Ja, startportaal Binnenland dat 5-0 achter, aanvallende fout tegen. Dus de derde kans voor Den Helder om te scoren. Ja. De vierde kans, want ze miste de eerste. Yannick van Veen, verdedigd door Janine Guit. Laura Nederveen staat op Kieke Fleuren, die pakt de baseline. Goed blok van Kieke Fleuren, maar gooit de bal slim inderdaad via Marlu de Klein over de achterlijn. Veel oud-speelsters en speelsters vanuit Amerika terug. Dus toch, onder andere Julia Jorisma, maar die zit natuurlijk in het 3-3 programma. Ja, interceptie Eva van Oosten. De bal naar Marlu de Klein. Kijken of Binnenland drie punten. Marlu de Klein, mis. Florian de Boekenstein pakt goed de rebound. Eva van Oosten. En Marlu de Klein. En scoren. Oh. En in ieder geval de fout. Bonusvrije worp. En eens even kijken wie de fout krijgt. Kelsey Litsch, eerste fout. En we krijgen een bonus voor Marlou de Klein. En ook die gaat erin. 3-5. Kijken in hoeverre Binnenland met name duo Fleuren en Van Veen kan afstoppen. Goed verdedigd, ja, goed verdedigd, maar in ieder geval missen van Yannick van Veen. Rebound Marlou de Klein. De kracht van Den Helder zit hem uit. De kracht van Den Helder zit hem wel. Jump shot. Mis. De kracht van Den Helder zit hem wel in dat je nooit weet wie er veel punten gaat maken. En dat er altijd drie mensen boven de 15 uitkomen. Goed, balbezit weer. Voor Den Helder. De Den Helder Suns moeten we eigenlijk officieel zeggen. Kelsey Litsch, twee punten mis. Marlou de Klein pakt weer een rebound. Lijkt de rebound de rol van Jamila Adams te hebben overgenomen. Insnijdende man, maar werd niet gevonden. Interceptie nu, bal van Lotte Torenstra. Kiki Fleuren naar de ring, mist. Kelsey Litsch de rebound, Lotte Torenstra opnieuw. En de tweede fout van Florian de Boekenstein. Dat zal een snelle wissel, denk ik, worden. Eline Kazius gaat het veld inkomen voor Florian de Boekenstein, die dus al snel tegen twee fouten aanloopt. Ja, dan wordt het lastig, hè? Ja. Goed, eerste vrije worp, Lotte Torenstra, mis. Kijken naar de tweede vrije worp. Die gaat wel raak. 3-6. Eline Kazius blok op Marlou de Klein. Krijgt de bal. Eline Kazius fadeaway mist. Binnenland die afgelopen wedstrijd pakt de rebound. Te veel turnovers heeft ook. Hè? Nu eindigt wel met een schot, maar we zaten soms op de 16 plus. Yannick van Veen vanaf de kop. Die gaat missen, maar pakt haar eigen rebound. En mist nog een keer. Dat is op zich een makkelijke bal die Yannick van Veen onder de ring miste. Marlou de Klein. Janine Guit, drie punten. Die gaat mis. Dat zag jij al gebeuren. Ja. Eva van Oosten pakt de rebound. Marlou de Klein opnieuw.
bal naar Eline Casius. En dat mag allemaal. En dat is een fout van Kiki Fleuren. Op Eline Casius. We gaan twee maal krijgen. Lotte Toorstra wordt vervangen door Melissa het Jong. Speelster uit Utrecht. In Groningen ook gespeeld. Ja. En volgens mij in het tweede seizoen denk ik de helden na een jaartje blessure volgens mij. Maar dat weet ik even niet zeker. Dus met Els Kees op ingaan volgens mij dit jaar. Oh, dit jaar. Oké. Eerste vrijworp Eline Casius die zit. Els Keerschop wel na een lange blessure nu de afgelopen weken aan het spelen. Die zal zeker binnen de lijnen gaan komen straks. En ook die gaat erin. De oudjes mogen voor elkaar wisselen. Lise van Adel komt nu het veld in voor Eline Casius. Die lijkt een paar minuutjes te krijgen en dan wissel een paar minuutjes krijgen. Ja, een hele snelle wissel. Goed, Kiki Fleuren nog steeds verdedigd door Laura Nederveen. Gaat naar de ring, maar mist. Goeie rebound, Eva van Oosten. Bal naar Laura Nederveen. Lisa van Adel. Snelle swingpas. Eva van Oosten. Drie punten. Janine Guit mist. Rebound, Yannick van Veen. En dat is een fout voor. Denk maar Ludo Krijn. Ik denk dat het pootje gehaakt werd aan ze. Ja. Dus in Spanje is dat de laatste wedstrijd? Of, laatste wedstrijd van het seizoen inderdaad. Ja, geen play-offs? Ja, wel geen play-offs gehaald. Dus, Goed, Janine van Veen achter de driepuntcirkel krijgt de bal terug, mist. Malu de Klein pakt het wederom de rebound. Ja, Binnenland dat toch op een 5-6 staat nu. Hè. Dus goed bijblijft. Ja. Lise van Adel. Verdedigd door Max van Lingen, Eva van Oosten, Janine Guit, verdedigd door Melissa Jong, dat is een mitsmis zou je zeggen. Heel veel gedraaid. Ja, heel veel gedraaid, maar worden flink wel aan de handen getrokken, maar heeft de bal toch nog, mist en mist. Zonde, en Kelsje Lits pakt de rebound. Fout van. Laura Nederveen. Laura Nederveen. En in de kaas is weer terug. Eline Casius komt veld weer terug in voor Eva van Oosten. Tweemaal Yannick van Veen. 5-6 de stand. En we gaan naar 5-7. De eerste score Yannick van Veen. En ook de tweede weet Yannick van Veen te verzilveren. Triple threat tegen Grasshoppers vanavond, trouwens om 8 uur. De anderhalf finale. Oké, die is de anderhalf finale, dus die start over een iets meer dan drie kwartier. En Grasshoppers heeft daar een dikke eerste dikke overwinning. Opgeven. Ja, ja. Eline Casius, Lisa van der Adel. Onder Kelsje Lits langs, scoren. 7-8. Melissa Jong durft geen drie punten aan. Bal terug naar Kiki Fleuren. Gaat wel voor de drie punten. Die is mis. Malu de Klein pakt de bal. Malu de Klein dribbelt op. En de fout van. Geen score, zegt Cezo Robinson als voor het schot. De fout. Ja, helaas geen herhaling, Leo. Daar zijn we nog mee bezig. Fout nummer 5, denk ik. Yannick van Veen, maar dat. 13. Melissa Jong krijgt de fout. Bal op de achterlijn. Kijk wel, we wachten, ik denk, op een reset van de schotklok. Maar we gaan weer verder. Eline Casius, Laura Nederveen, een slechte paas van Eline Casius. Kelsje Lits naar. Bijna balverlies, Kiki Fleuren pakt de bal. Kelsje Lits op Iris
Hier is Venema. Ja. Een wissel. Deze Oikaben gaat Laura Nedeveen vervangen. Bal op de achterlijn. Janiek van Veen. Aanvalshelft voor de Helden. Melissa Jong naar Kiki Fleuren. Wordt gedubbeld team. Melissa Jong schiet niet. Kiki Fleuren wel. Een beetje een noodschot. Lisa van der Adel pakt de rebound. Moeilijke schoten. Moeilijke schoten. En op zich, wat wel opvalt, is dat Binnenland goed in de rebounding zit op dit moment. Eline Casius scoort. Vierde punt. Eline Casius, 9-8. Hier is Venema. Spree Melissa Jong. Hier is Venema's schot vanaf de kop. Raak. Hier is Venema de eerste score. Net het veld in. Simpele score vanaf de kop. Malou de Klein. Screen Eline Casius. En de fout van. Denk ik die Fleuren. Ja. Hier is Venema de fout. Kiki Fleuren gaat naar de kant voor Amber Leeuwen-Cabessi. Deze Oikaben, Malou de Klein, drie punten, mis, verdedigd door Janine Guit, pakt de rebound, valt bij Lisa van Aarel die gelijk scoort. Ja, daar zijn ze scherp. 11-10. We blijven in de rebound goed meedoen, Michel, een belangrijk gegeven in de wedstrijd. Hier is Venema weer, gaat naar de ring. Mooie Eurostep, maar ze mist de lay-up uiteindelijk. Eline Casius de rebound. En weer een kans om uit te brengen. Ja, deze Oikaben. Schot. Lange twee punten. Lange twee punten, maar scoort Beza Oikaben. Time-out voor Den Helder. Time-out voor Den Helder. Wij gaan even onze stem, in ieder geval mijn stem, nog meer rust geven. Goed, we gaan verder. Bal op de achterlijn bij de Den Helder Suns. 13-10 stand met nog iets meer dan drie minuten in het eerste kwart. Handel even een kwestie naar Melissa Jong. Kelsey Litsch. Hier is Venema. Wordt verdedigd, goed verdedigd aan de kant van Binnenland. En de bal gaat naar Den Helder. Bal op de achterlijn, nu aanvalshelft. Janiek van Veen naar Amber Leeuwen-Cabessi. Iris Venema naar Janiek van Veen. Terug Iris Venema. Gaat de baseline pakken, maar wordt verdedigd. Amber Leeuwen-Cabessi moet naar de ring langzaam, want de schotklok gaat. Ja, goed verdedigd door Bel van der Bos. Die de bal uit de handen van Melissa de Jong slaat. De bal bezit nu voor het startportaal Binnenland. Daar wordt een flinke map uitgedeeld aan Malou de Klein. Die toch Lisa van der Adel vindt. En die onder het bord weer scoort. Zesde punt, Lisa van der Adel. 15-10. Van der Adel, lekker bezig.
Alissa Jong. Maar Yannick van Veen. Wat zal gaat een helden nu antwoorden? Goed verdedigd. Eline Kazic. Oh, nou, dit is een slechte call van de arbitrage. Bal werd geblokt. Maar goed, fout is gegeven. Draaien we niet meer terug. Tweemaal Yannick van Veen. Jong. Maar Yannick van Veen. Wat zal gaat een helden nu antwoorden? Goed verdedigd. Eline Kazic. Oh, nou, dit is een slechte. Goed, vrije worp. Eerste vrije worp mis. Yannick van Veen, te kort. Tweede vrije worp. Kijken of die erin gaat. Die is wel raak. 15-11. Goed, bel van de Bos verdedigd door Amber Lede-Kabessi. Bal naar deze Oikerben over de middellijn. Malou de Klein. Bal afgegeven door deze Oikerben. Malou de Klein. Kruip door, sluit door. Goede tik van Malou de Klein. 3 punten Lise van de Adel. Oeh, die is mis. Die is heel ver mis helaas. Ja. Hij zat er goed in, hè? 6 puntjes of zo. Ja, 6 punten. Lotte Toornstra komt terug voor Melissa het Jong. Hier is Svennewa. Max van Lingen inmiddels ook teruggekomen in het veld. Lotte Toornstra, Yannick van Veen. Naar de ring, goed naar Lotte Toornstra. Oh, dat is een loopovertreding. Ik denk dat Lotte Toornstra schrok van de mogelijkheid die ze kreeg. Ze wordt op de vrije worplijn vrijgelaten, maar nu ook naar beneden. En ze dacht, dat kan toch niet? Nee, zo vrij kan ik niet staan. Dat mag ook niet. Nee. Goed, bal voor binnenland. Bal doet de Klein, over de middenlijn. Lise van de Adel. Eline Kazic stapt uit. Krijgt de bal niet. Lise van de Adel gaat naar de ring. 3 punten bel van de Bos. Mis. En die bouwt voor de Helder Suns. 2-3 misses nu aan de kant van binnenland. Yannick van Veen, 3 punten. Ja, die gaat er wel in. Binnenland wel nog continueren. Man-to-man, hè? Ja. 15-14. Ploegen staan weer vlak bij elkaar. Dat verbaast mij wel. Misschien dat ze nog iets uit de hoge hoofd toveren straks. Oeh, dat is een fout van Amber Lewekawessi. Dat is de 5e fout, dus dat is 2 maal Eline Kazic. En Janine Guit gaat het veld inkomen voor. Janine Guit en ook Lise van Naden gaat naar de kant voor Eva van Oosten. Ja, aan de andere kant Kiki Fleur erin, hè? Voor Janine. Ja, ja. Die roteert echt met z'n 3 op die 1 positie. 1-2 positie. Eerste vrije worp gaat mis. Ik zou willen vragen aan je, wat vind je dat de bondscoach, dat de nieuwe bondscoach Yannick van Veen moet selecteren. Maar eerst maar eens een bondscoach krijgen volgens mij. Hè? Ja, dat is de meest belangrijke stap nu uiteindelijk. Goed, de tweede. En daar komt de zone. Goed, er zijn gesprekken over, weet ik, aan betrouwbare bron. Dus dat gaat wel goed. Daar komt dan een nieuw bondscoach, als duidelijk. Ja, dat moet ook wel. Je hebt een mooi ingesneden. Max van Lingen, fout van Eva van Oosten. Zonde. Weet je wel, onnodige fout. Dat ze bal bij de knie ongeveer had. En volgens mij kan je dan beter je handen allebei opsteken. Ja, ja. Aan de andere kant, die bal gaat niet meer omhoog, hè, zeggen we dan. Nee, dat is waar. Eerste vrijworp met Van Lingen. Die is raak. Haar eerste punt van de wedstrijd. Met nog een kleine 40 seconden op de klok. En een beetje dezelfde stand als toen in Den Helder. Dus 22-18 uit mijn hoofd. En tweede gaat lekker. We staan 16-16 gelijk. Janine Guit. Eline Kazic, gaat die doen? Nee, die gaat niet schieten. Janine Guit vanaf de kop, die gaat mis. Maar Eline Kazic moet de bal pakken inderdaad. En de fout gaat naar. Amber Lewekawessi. 7. Ik hoop, Kikker. Nee, ik wil zeggen. Het zou mooi zijn geweest, maar. Ja. Tweede fout, Amber Lewekawessi. Ja,
Eerste speelster met twee fouten en naast Florian Boek zijn de kant van Binnenland. Tweemaal Eline Kazius. Tot nu toe goed voor 5 punten. Kazius die pas een wedstrijd of 6 weer erbij is, hè? Ja. Zoals Lisa. Goed voor Lisa geldt dat ze natuurlijk wel het hele jaar gespeeld heeft. Ja, nee, zeker. He, dus die bekerfinale of de halve finale in de beker. Dat maakt, was de eerste wedstrijd toen. Hè? Ja. Zonder Marlou. En de tweede vrijworp. Toen had ze nog niet eens getraind. Of die avond ervoor bij de dames 2 getraind. Twee maar raak. Ene Kazius. 18-16. Ja, wat dat betreft is het voor Binnen natuurlijk belangrijk. Hè? Hoe langer die serie duurt. Nou zijn het maar 3 wedstrijden max. Ja. Maar hoe fitter met name ook bijvoorbeeld Eline wordt uiteindelijk. Ja, allemaal wijzen. Over de kop heen, over de bek heen. En, allemaal wijzen. Ongelooflijk. Ja, het is jammer dat die series allemaal zo kort zijn, hè? Ja, ik begrijp dat niet. Ik bedoel, je wil damesbasketbal promoten, dan is best of 5 is gewoon een noodzaak. En nu sluit hij wel. Fout nummer 10, Lotte Torenstra. Ja, nou, het vervelende is natuurlijk dat het 3-3 programma gaat starten, hè? En dan is dat is weer leidend en bla bla bla. Maar dat is natuurlijk belachelijk dat een 3-3 programma leidend is voor een 5-5 competitie. Zeker. Ik bedoel, dat zijn aparte programma's. Ja, je ziet het nu ook gebeuren. Hè. Janine was ook bij het 3-3 programma. Maar op een gegeven moment loopt dat niet meer, kan dat niet meer. En weet je wel, en met status, het is gewoon heel vervelend. Maar het zou veel mooier zijn als je een best of 3, best of 5, best of 7 hebt. Zeker. Ik bedoel, ook voor het damesbasketbal. En blijkt weer dat de NBB niet... van zins is om iets van de damescompetitie te maken, klaarblijkelijk. Ja, in dit geval moet ik jou gelijk geven over de play-offs. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk... We hebben het al vaak over de loting van gezegd. Tweemaal raak wel van de Bos. Lopen! Het was nog geen tijd. We hebben nog een seconde. Nog een seconde op de klok. Ja. Ik ga nog 1 seconde spelen, denk ik. Ja, zie je, we gaan nog 1 seconde spelen. We gaan een beetje verwarrend bij een 20-16 stand. Maar met 1 seconde te spelen maakt... ik denk Kiki Fleur een loopafdeling. Ik zag het even niet. Maar we gaan ons nog 1 seconde krijgen. Lopen! Het was nog geen tijd. Dat is denk ik eerder iets anders wat Kiki Fleur deed. Zo, dit nog een mooie... Dus kijken wat er gebeurt. Dat is wel tijd. Ja, dat is tijd. Stand einde eerste kwart. We gaan even naar de reclame. Even geluidloos. Janik van Veen, wat zal de helden nu antwoorden? Goed verdedigd, Eline Kazius. Dit is een slechte call van... die is wel raak. Nu aan de kant van Binnenland. Janik van Veen, 3 punten. Ja, die gaat er wel in. Ja, Leo, nog 28 secondjes gaan we verder. Ja. Is net binnen. Opvallend, het schotpercentage de helder 19%. Uit 21 schotpogingen. Binnenland kreeg er 18, misschien 33%. Met name groot verschil voor rebounding. 15 voor Binnenland.
Waarvan er ook 6 aanvallend en maar 7 voor de Helderse formatie. Nou ja, kijk, Leo, daarbij aanvullend. 5 turnovers, hè? 1 kwart. 5 turnovers, 1 kwart. En zijn maar. We gaan kijken, tweede kwart. Tweede kwart, goed. We starten wel balbezit voor Startportaal Binnenland. Sonny Guit naar Beza Oikerben. We zijn weer begonnen. 9.58. Kwart 2. Sonny Guit. Dubbel teamed. Eva van Oosten vrij. 3 punten. Die is mis. Helaas. Geen rebound. Overigens opvallend dat coach Remy de Wit Florian de Boekenstein het veld inbrengt. Die inmiddels al 2 fouten heeft. Lotte Torenstra, bal naar Max van Lingen. Die gaat voor de 3 punten. Die mist. Florian de Boekenstein de rebound. Beza Oikerben kan gewoon doorlopen, coast to coast, maar mist de bal. Hij bleef op de ring liggen, maar uiteindelijk viel hij eraf. Was zonde, had eigenlijk gewoon een score moeten zijn, hè? Open lay-up. Zeker weten, dat is zeker in deze stand. Hier is Venema, Venema mist de bal. Percentage dus omlaag bij Den Helder, dat is een heel laag percentage. Misschien toch wat spanning bij die ploeg. Zeer ervaren ploeg, hè, Leo? Ja, gedeeltelijk natuurlijk. Hè. Vergeet natuurlijk niet dat... Hier is Venema misschien nog onervaren. Malou de Klein scoort. Vergeet natuurlijk niet dat de ploeg die vorig jaar kampioen werd ook bestond uit Courtney Treffers. Dennis Diba. Dus daar is echt wel wat veranderd. Nee, zeker waar. Yannick van Veen, 3 punten, mis. En dan krijgt wie de fout? Ja, Beza de Klein, Beza, kan niet missen. Dat is standaard. Ja, Beza Oikerben. We hebben overigens opdracht gegeven om geen aanstekers te gooien vandaag. Nee, dat doen we niet, hè? Vooraf zeggen we dat ook. UEFA wil dat niet. Ja, UEFA wil dat niet. Geen opblaasdingen bij. Nee. Goed, Iris Venema het veld uit. En Elske Heerschop in het veld nu, Michel. Dus Yannick van Veen. Op zich weer goed die weer terug in het veld te zien. Goed, bal voor de Heldersformatie. Die dus nu de rebound pakt. Yannick van Veen naar de ring. Mis. En ja, pakt nu wel de rebound. En gaat nog een keer, mist nog een keer, nog een rebound. Als keer schop. Ja, nou moeten we toch een keer. Nou is de fout. En nou telt hij wel. Ja. Opvallend, aan de ene kant telt hij niet te scoren. Andere kant wel. Heel opvallend. De beste man doet ook zijn best. Ja, zonder meer, maar goed. Wel zaken in dit soort. In dit soort wedstrijden wel scherp volgens te zijn. Volgens mij zijn er 8 scheidsen over uit mijn hoofd. Oké. Maar Edward Rijven mocht vorige week nog fluiten omdat ze in Denemarken zaten, de rest ofzo. Goed, Yannick van Veen gaat voor de bonus. Die gaat er ook in. Yannick inmiddels op 9 punten. Ja, die helpt het team wel heel erg, hè. 22-19, 3 punten verschil. Maar goed, daar gaat deze Oikerben. Daar is de fout voor Kiki Fleur, hè? Ook haar tweede fout. Wat mij opvalt, maar het kan zijn dat ik niet helemaal scherp was, want ik was wat knopjes bezig. Maar Kelsey Litsch, die zit al een behoorlijk tijdje. Die zit toch? Al een tijdje, ja. Die zit toch de laatste 4 minuten. De laatste paar minuten van het eerste kwart en nu 2 minuten in ieder geval in dit kwart, ja. Die zou ik er toch wel graag bij hebben hier, hoor. Nee. Goeie spelster. Goed, Malou de Klein. Niemand Durkertje raak. Malou de Klein op 7. Ja, goed dat Lisa er al zijn. Dat is een simpele score van Kiki Fleuren. Overigens pas de eerste 2 punten van Kiki Fleuren. Toch een speelster die vaak hoge scores laat zien. Elske Heerschop pakt de bal, maar komt bij Edine Kasius terecht. Zo! Fantastisch assist. Nee, dit is ongekend briljant. Ongekend briljant. Schitterende paas van Malou de Klein op Eva van Oosten. In ieder geval weer een highlight erbij. Oh, nou moet je dit wel tegenhouden. Yannick van Veen, 3 punten. Mis. En nou is de fout van. Op de grond. Dus even kijken. Oh, we krijgen hem tegen. We krijgen hem tegen. Het is niet Beza. We krijgen hem tegen. Het is ongelooflijk. Echt ongelooflijk.
Ja, heel bijzonder deze call. Voor de mensen die... Fantastisch! Dat is nog eens een balletje, Leo. Hey, dat deed jij vroeger niet, hè? Nou, het is Jean-Michel dat jij dat zo zegt. Ja, jij stopt bij de driepuntslijn te schieten. Oh ja, dat is waar. Oh, bezig. Goed, Kiki Fleur. Twee scores achter elkaar. Ah, dat was van Beza niet goed. Je wordt ook gewisseld nu. Nou, dan Nederveen gaat erin komen. Let maar op. Dan doet de Klein naar Edine Kaas. Die staat op de posten. Gaat naar de ring, maar mist de bal en geen rebound. Dan gaan we naar de Elske Heerschop. Kelsje Lits overigens weer terug het veld in nu. Kiki Fleuren, drie punten. Die gaat mis. Kelsje Lits pakt de rebound. Louise van de Adel pakt de eerste vaart. Toch behoorlijk wat mensen die zich zorgen maken om mijn stem. Om jouw stem? Ja. Nou, ik vind het op zich prima klinken hoor. Eigenlijk schuld moet je maar een nestje warme jas aan doen. Ik had een mooi sjaaltje. Goed, dan gaan we weer. De Helder, Janiek van Veen naar Melissa Jong. Elske Heerschop, verdedigd door Malou de Klein. Goed verdedigd door Malou de Klein. Ja, is voor hem. Ja. Gaat ze hem niet halen. Met die boos. Goed, Janiek van Veen. Oh, Elske Heerschop helemaal vrij. Drie punt cirkel. Ja, die is raak. Elske Heerschop helemaal vrij. Drie punt cirkel. Ja, die is raak. Die is nog een aardig sweepertje. Ja, er wordt redelijk fysiek gespeeld uiteindelijk. Janiek Guit. Twee punten. Die is raak. Ook de eerste punten voor Janine Guit. Bal op de grond, bal op de grond. Eens kijken wie hem heeft. Onsportieve fout voor Marlou de Klein. Ik vind arbitrage wel eenzijdig fluiten, want dit gebeurde net bij Beza Oikerben ook. En toen werd er niet gefloten. De bal op de grond, dus kijken wie hem heeft. Een beetje onsportieve fout voor. Marlou stapt weg en geeft een zetje mee. Goed, Janiek van Veen krijgt de kans aan de vrije worplijn. Die is raak. Ja, die houdt haar team goed bezig. Hè? Die leidt haar team echt hoor. Ja, zeker. 10 punten inmiddels. En gaat naar 11. Goed, even kijken of Binnenland dit kan stoppen. Lissa Jong vanaf de kop mist. Eline Kazis pakt de rebound. Elisa van der Adel, outlet. Janine Guit. Eline Kazis, Malou de Klein. Paas naar Janine Guit, drie punten. Raak. Mooi teamspel. Mooi assist. Op zich, Binnenland speelt op zich wat sneller de bal. En dat, je ziet dat mensen openkomen. 31-28. En wat je ook ziet is dat de Helder probeert aanvallend, als ze geschoten wordt, echt goed aanvallend te rebounden. Ik vind Binnenland daar minder in. Drie punten van Kiki Fleuren. Ja, je ziet heel veel off-ball, dat er toch iemand een swim move maakt, hè, zeggen we dan, over een schouder heen. En de fout van Elske Heerschop op Marlou de Klein, die naar de vrije worplijn mag. Ja, als die hem... maar geeft hem... Inderdaad aan. Eerste vrijworp, mis. Zonde. Tweede vrijworp. Die zit er wel in. Achtste punt, Marlou de Klein.
Je ziet dat ze proberen een beetje, Jannik Kaas is fout, maar je ziet dat Yannick en Kiki toch minder de bal hebben nu. Hè? Ja, 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 ja. Tweede of derde keer dat, dat ze, dat, hoe heet ze, zo, Elske, dat Elske de bal opdribbelt. Ja. Elske inschop naar de vrijworplijn. Die krijgt twee vrijworpen. Eerste vrijworp gaat er ook in. De vierde punt, Elske inschop. Het eerste kwart hadden ze 6 uit 8. Ik denk dat het nu ze ook al behoorlijk wat bij hebben. Ja, ja, ja. Ja. Niet al een stuk of 4-5 denk ik. Goed, de tweede vrijworp is mis. Maar wel de rebound voor Melissa de Jong. Kelsey Lich scoort. Kelsey Lich. 32-34, ik denk de eerste voorsprong voor de Helmse formatie volgens mij. Nee, dat is niet waar. 0-5. Maar goed, het is balverlies voor Binnenland. En Melissa de Jong, Laura Nederveen, ja, geen slimme fout hè. Ja, aan de andere kant, zoals in de leeuw. Ja, maar ze heeft de bal links, de bal bij de knieën. Dat zijn toch dingen, daar moet je toch iets slimmer in zijn. Een beet pakken. Ja, vanaf de bank uitboksen, ja, logisch. Goed, Melissa Jong, vrije worpen. Eerste vrije worp mis. Tweede vrije worp, Melissa Jong. Die is raak. Time-out voor Startportaal Binnenland. Dat geeft ons de kans om wat rust te nemen en toch wat herhalingen, erin te knallen. Hier is Venema misschien nog onervaren. Malou de Klein scoort. Moeten we toch een keer. Nou is de fout. En nou telt hij wel. Yannick van Veen gaat voor de bonus. Die gaat er ook in. Niemand een beetje raak. Dat is een simpel score van Kiki Fleur, hè? Zo! Fantastische assist. Die is nog helemaal vrij, 3-punt cirkel. Ja, die is raak. Niet uit. 2 punten. Die is raak. Op de grond, eens kijken wie hem heeft. Een sportieve fout voor Malou de Klein. Ik vind arbitrage. Die is raak. Inmiddels. En gaat naar 11. Paas naar Janine Guit. 3 punten. Raak. Van de rebound. Ik vind Billard er minder in. 3 punten van. Goed. Ja, ja, goed, goed. We zijn er hoor. We zijn er, ja. We gaan zo beginnen. Of we gaan zo verder. 4-26, tweede kwart. 32-35 stand. Balbezit voor Startportaal Binnenland. Ja, Bel van der Bos gaat daar een balletje dus even kijken of Binnenland weer aan kan sluiten. Malou de Klein vrij. Oh, bijna. 3 punten. Eva van Oosten, mis. Zo ging Guit niet bij de bal. Elske Heerschop. Kelsey Lich, verdedigd door Bel van der Bos. Nog steeds verdedigen. Elske Heerschop gaat de baseline pakken. Ja, slecht verdedigd voor Beza Oikerben. Kan niet anders zeggen. Eens, Elske Heerschop doet het ook wel goed. De minuten die ze nu krijgt. Jawel, maar je moet gewoon die baseline niet weggeven. En dan exact een kopie van afgelopen donderdag. Ja. Eerste kwart goed. Tweede kwart achter. Eva van Oosten, up and under. Yes, goeie score. Eva van Oosten. Vierde punt, Eva van Oosten. 34-37. Weer Elske Heerschop. Verdedigd nu door Beza Oikerben. Die nu wel goed op de bal duikt. Ja, en onze bal. Bal en de bal gaat naar Startportaal Binnenland. Kiki komt erin. Kiki Fleur
komt veld in voor Yannick van Veen. En Elske Heerschop voor Amber Leeuwenkarissie. Goed, maar Ludo Klein, 3 punten. Ver. Die is te ver. Veel te veel. Helaas, heel ver weg. Vasilic, Melissa de Jong vanaf de kop. Mis. Evan Oostergoed de rebound. Naar Malou de Klein. Van binnenland weer aansluiting vinden. Malou de Klein gaat naar de ring, maar mist. Vasilic de rebound. Zonder dit, hè. Vasilic gaat naar de andere kant. Ja, die gaat gewoon coast to coast, maar mist. Kiki Fleuren pakt de aanvallende rebound en scoort. Ik zei Kiki Fleuren net is 2 punten, maar inmiddels staat ze al op 9 in dit kwart. Dit zijn wel cadeautjes deze. Ja. Heerlijk. Eva van Oosten naar Bel van der Bos. De voetbal Kelsey Lips. We krijgen een nieuwe 14. Maar eens kan je zo'n bal niet, moet je die bal hebben. Als verdediger. Zo'n rebound. Ja. Van ver, je gaat allebei rennen. Dan moet je gewoon... Nu hebben. Misschien gaan we wel rollen. Eens kijken. Malou de Klein, Janine Guit, 2,29 op de klok nog. En weer de bal op de voet van Kelsey Lich. Ja. Ja, ik denk ook eigenlijk eerlijk gezegd dat haar voet niet naar de bal gaat. Maar dat is gewoon de voet op de grond ja. Goed. Onder de bal. Ja. Volgens mij moet je naar de bal toe bewegen. Goed, we gaan weer verder. Malou de Klein, Janine Guit. Nog een keertje Malou de Klein. Bel van der Bos, 3 punten. Mis. Rebound voor Iris Venema. Maar Laura Nederveen pakt de bal. We krijgen een jumpbal. En die gaat weer naar de Helderse voorbij. Ja, maar daar zat Binnenland wel goed bij, hè? Ja, 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 goed. Goede aanval, de rebound. En dat is belangrijk. Die wil meedoen. En dat zonder Jamila Adams, die normaal ook wel een paar aanvallende reboundjes pakt. Een paar, ja. In ieder geval verdedigend veel. Ja, zonder meer. Een vallende fout. Voor. Ja, goeie. Ik heb hem even gemist. Ik zat net te kijken of we 13. 2... Melissa het Jong. 200 kijkers al hadden. Laura Nederveen gaat het veld uit voor Lisa van Adel. Dus... Janine de 1. Ja. Dat was tegen Jolly Jumpers, denk ik, een belangrijke zet toen. Eens kijken of dat nu ook goed gaat. Goed, Lisa naar Malou. Naar de ring, goed. Oh, bal over de ring gegooid. Voor mijn gevoel was het zonde. Deed Binnenland hier stiekem iets heel nieuws. Ja. En kwamen ze ook vrij als heel vrij. Oh, yes. Aanvallende fout, Kiki Fleuren. Dat is haar derde. Dat is wel een belangrijke. De Bennis is het er niet mee eens. Ja, dan mag ze gaan zitten. Mag ze gaan zitten, inderdaad. Yannick van Veen terug. Yannick heeft nog geen fouten, dus dat helpt ze. Ja. Maar ja, 34-39. Ja, het verschil is nu inmiddels 5 punten geworden. 39 dus. Punten tegen is ook gewoon weer heel veel. Ja. Dat is heel ver, dat doet Lisa niet. Janine Guit. Malou de Klein, 3 punten, mis. Zo, die was te kort, hè? Ja. Dat zag je al gebeuren. Kelsey Lich. En dat is een fout van Bel van der Bos, denk ik. Ik denk dat Robinson gewoon weer een aanvallende wilde geven. Ik zag het toch net wat anders. Maar, tweemaal. Ja, God wordt nu weer wat te groot. Gewoon weer omdat Binnenland schordig is in de aanval. Te veel ballen nu mist. Kelsey Lich mist in ieder geval de eerste vrijworder. Hoeveel punten heeft hij tot nu toe? Die zit op dit moment op 7 punten. Het valt nog wat tegen, maar dat gaat echt goed komen. Ook de tweede is mis. En Bel van der Bos pakt heel goed de rebound. Verrassend. 2 vrijworpen mis door de Amerikaanse van Den Helderschens. Ja, die echt afgelopen weken echt heel goed was. Janine Guit naar Bel van der Bos. 3 punten. Die moest erin. En die gaat er ook in. Bel van der Bos. Ah,
is leuk voor België. 37-39. Eens kijken of Binnenland nog zo voor de rust een stop kan maken. Hier is Venema verdedigd door. Door Marie de Klein. Bal huppelt de ring in. Vierde punt. Hier is Venema. Verschil. Marie de Klein. Dat is een fout van Max Venema. En dat is tweemaal voor Marie de Klein. Ja, Bennis zegt, denk nou even na, zegt hij. Ja, coach, en zeker zo vlak voor rust. Ja, ze rent ook, ze gaat naar de zijkant, ze gaat niet naar de basket. Klopt. Eerste van Malou is raak. 9e punt. En ook de tweede is raak. 10e punt, Malou de Klein. 39-41. Yannick van Veen. We gaan de laatste 30 seconden. Ja, tuurlijk, want het is ongelooflijk. Echt wel een beetje overdreven af en toe. Ik had overigens gelijk met het voetbal. Voetje ging omlaag, niks aan de hand. Goed, tweemaal Yannick van Veen. Nou ja, we doen allemaal ons best, hè. De eerste, die is weer raak. Yannick scherp vanaf de vrije woordenplein. En ook de tweede gaat erin. Startportaal Binnenland met 28 seconden. Time-out. Dan gaan wij even naar de herhalingen. En kan u de mensen eventjes even niet van mijn schorre stem genieten. Ja, slecht verdedigd voor Beza Oikaben. Ik kan niet anders zeggen. Van Oosten, up and under. Yes, goeie score. Beza van Oosten. Mist. Kiki Fleur pakt de aanvallende rebound en scoort. Ik zei, Bos. 3 punten. Die moet erin en die gaat er ook in. Belhoffen, hier is Venema verdedigd door. Door Marie de Klein. Bal huppelt. Eerste. Van Malou is raak. Ja, we doen allemaal ons best, hè. Eerste, die is weer raak. En ook de tweede gaat erin. Startportaal Binnenland met 28. Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Goed, 39-43, 4 punten verschil, 28 seconden op de klok. Bal gaat volgens mij naar Binnenland, hè, dacht ik. Ja. Ook. Muziek hier aan, heerlijk. En dan gaat hij. Ja, ze proberen. Voelkort te pressen. Goed, Bel van der Bos. Naar Lise van Adel, die snel doorloopt. Malou de Klein, 3 punten, Bel van der Bos, die gaat erin. Nee, ik zag hem gaan, was in de goede lijn, maar hij ging er niet in. Laatste aanval voor de rust gaat naar Den Helder, Yannick van Veen, Max van Lingen, Iris Venema. 3 punten mis. Goeie rebound, Savan Oosten. Waarom gaat ze nou niet? En een verre poging van Marlou de Klein. Dat had ze niet verwacht, hè. Goed, we gaan pauze houden, Leo. Ja, tot na de break, zullen we maar zeggen. Yes. Keep smiling.
Thank you.
Leo, daar zijn we. Michel, zijn we weer? Ik zou zeggen, ik heb mijn stem gesmeerd, maar dat is niet waar. Nou, klinkt op zich goed hoor. Een rij of 300 man voor je. Oké. Privileges. Yes. Even zwaaien. Gewoon even naar voren lopen en wat pakken. Goed, even een stats erbij gepakt. Wat opvalt, Binnenlandse schotpercentage is ongeveer hetzelfde gebleven, maar bij Den Helder een stuk omhoog gegaan. Ook qua aantal slotkansen omhoog. Waar zit het verschil in? Rebounding, hè? Binnenland had na het eerste kwart een overwicht van 8. Maar dat is omgeturnd door Den Helder in een voorsprong van 1, hè? 22-21. Daar zit wel een groot verschil in. Voor de rest opvallend dat Binnenland geen fast breakpoints heeft en Den Helder wel. Die zit op 9. Ja. Dat zijn wel opvallende dingetjes. Het verschil is maar 4 punten. Hè? Dus we beginnen zomaar balbezit voor startportaal Binnenland. En dan eens kijken of Binnenland toch nog richting een derde wedstrijd kan koersen. Ik zie dat wij een keer 6 punten voor hebben gestaan, maar dat gevoel heb ik niet gehad. Dat heb ik wel een keertje gehad, maar was... Eens kijken wat er gaat gebeuren. Goed, ik denk dat we met de eerste 5 gaan beginnen bij Binnenland, die ook de wedstrijd starten. Het zal moeten, hè, met 5 beginnen. Maar je bedoelt met dezelfde 5? Ja, dezelfde 5. Den Helder ook, hè? Den Helder ook. Maar wel Kiki Fleur met 3 fouten. Dus dat valt me dan opvallend. Het zou mooi zijn als daar de 4 aankomt. Ja, maar dat zal niet snel gebeuren. Je weet ook een beetje hoe dat werkt. Hè? Die worden een beetje beschermd. Als er een lijn te vinden is, dadelijk in het fluiten. Het verschil in fouten 15-12 valt mee. Voor mijn gevoel was het wat groter. Ja. Er zijn er wat twijfelfoutjes geweest. Goed, we zijn begonnen. Laura Nederveen, Janine Guit. Verdedigd door Kiki Fleuren. Daar mag heel veel. Daar mag heel veel. Bal naar Malou de Klein. Nog meer. Nou. Ik ben schor, dus daarom... Kan gebeuren. 4 puntjes. Oh, backscreentje. Backscreen niet gekold. Janik van Veen. Rotte Torenstra rolt af. Josie Litsch. Eens kijken. Nu, Laura Nederveen pakt de fout. En dat is ook haar derde. Dat zal een dure. Binnenland heeft wel wat problemen op die point guard. Hè? Ja, dat is niet. Goed, Max van Lingen, 2 puntetje. Die gaat mis, maar niemand rebound. Behalve Lotte Torenstra, die zegt dankjewel. En ik gooi hem er even in. 6 punten verschil. Beza en Laura natuurlijk. Beza wel wat jaren al, dames heen, maar ook nog jeugdig. Goed, ze niet uit. Verdedigd door Lotte Torenstra. Mag heel veel van de arbitrage, even met handen. Net even van Oosten mist de lay-up. Balbezit voor de Den Helder Suns. Kelsey Litsch mist de bal. Bal voor Binnenland. Bal gaat over de achterlijn. En we krijgen Beza Oekerben die terugkomt voor Laura Nederveen. Ja, logisch hè, met 3 fouten. Malou de Klein. Bal naar, dat lijkt me een echte fout van Max van Lingen, die nog even een zet nageeft. Een beetje onnodig. Goed, Kiki Fleuren. Nee, niet Kiki Fleuren inderdaad. Max van Lingen krijgt de fout. En we krijgen Florianne Boekenstein die naar de vrije worplijn mag. Boekenstein die dit jaar wel echt een heel goed jaar heeft gedraaid. Goede stappen heeft gemaakt. Tot nu toe. In ieder geval. Maar de eerste vrije worp mis. Het is wel zaak om even binnen die 6 puntjes, 5 puntjes te komen weer. Ja. En nu 6, maar het moet niet 8 of 9 worden. En dan zeker geen 10, hè? Nee. Een magische grens. Tweede vrijworp gaat ook mis, maar even van Oosten, pak net de rebound niet. Weer 2 kansen gemist, de kant van Binnenland. Ja, Lotte Torst staat helemaal vrij, maar goed geblokt door Eva van Oosten, die van achter de rug kwam van Lotte Torenstra.
En leuk voor de herhaling. Deze Oikeben. Paast uit. Goede drive naar Malou de Klein. Die er in 3 punten erin gooit. Ja, dat verdient zo'n bal dan, hè. Dan hoop je belangrijke dan ook een assist. Belangrijke score. Ja. 42-45. Max van Lingen, 3 punten. Mis. Maar ja, Yannick van Veen pakt er nu uit, maar mist ook. Zo. En daar wordt weer geslagen, maar er wordt niet gefloten. We gaan weer door. Want we gaan bal, hè? Voordeel. Voordeel, ja. Goed. Janine Guit. Deze Oikeben. Goeie Veen. Nog eentje. Nee. Nee, van zelf. Oosten, 3 punten. Oeh, dat was jammer. Maar de bal gaat via Max van Lingen over de achterlijn. Die bal moest door naar Malou, hè? Ik weet niet, ik zou hem toch hebben doorgepaast naar Malou op dit moment. Hij scoort net een 3 punten. Ja, maar goed. Eva kan ook drie punten schieten en stond ook wagenwijd open. Dus in die zin kan ik leven met die beslissing. Malou de Klein, voor de baseline. Maar gooit hij in de tweede instantie erin. Malou op 15 punten, 44-45. We hebben nog steeds een wedstrijd, Michel. Ja, mooi, we zijn terug in de wedstrijd. De mensen denken dat bovenlangs makkelijker is dan onderlangs. Om maar weer wat lintjes op gaan hangen. 3 punten, Yannick van Veen. Mis. Niemand kijkt of bal. Er worden wat ellebogen uitgedeeld, zegt Eva van Oosten. Ja, dat gebeurt de hele wedstrijd al. En arbitrage die vindt alles goed. Ja, dan moet, weet je wat gevaarlijk is? Dat ze het dadelijk zelf een keer doet. Ja, dan krijg je... Het zit niet in het uit van het beestje, ja, hè? Ja, nee, zeker. Goed, bal op de achterlijn. Kiki Fleuren. Dan naar Kelsey Litsch. 3 punten, Kiki Fleuren, nee, ja, fake, ja. Maar mist. Iris Venema de rebound en Florianne Boekenstein en Iris Venema vechten om de bal. En we krijgen als resultaat de sprongbal en dan balbezit voor Den Helder. Zone. Goed, Lisa van Adel komt het veld in voor Eva van Oosten. Iris Venema gaat naar de ring. Wel een mooie bal. Het leek heel erg gekunsteld, maar ging er goed in. Lotte deed dat ook slim. Hè? Ja. Die gooide zich even precies halfscreenend ervoor. Goed, voor Jan de Boekenstein. Lotte Klein. Ja. En de fout, Lotte Torenstra. Een van de weinige fouten die deze ref voor ons heeft gefloten. Ja. Volgens mij was het ook wel duidelijk. Goed, gaan we weer eens even kijken. Bal naar Florian de Boekenstein. Nog een fout. Oh, die past de bal in de handen van Kelsey Litz. Ze maken gewoon toch een fout in de rug. Ja. Goeie bal van Iris Venema. In eerste instantie wordt de fout gemaakt, maar ja, goed, de paas was slecht. Nee, tuurlijk, je moet hem gewoon maken. Maar... Ja. Bijna Malou de Klein vrijgespeeld. Maar... Goed, Helene Casius komt het veld in voor Florian de Boekenstein, die nog steeds op drie fouten staat. Eens kijken wat Binnenland nu kan. Deze Oikeben, 3 punten, gaat raak. Het zou gaan gebeuren. We lopen niet voor met onze stemmen deze keer. 47-49. Binnenland blijft aanhaken. Maar kan nog niet. Oh, erover komen. Yannick van Veen. Mooi onder Line Casius door reverse lay-up. Verschil weer 4. Verkeerde kant op. Ja. Deze Oikeben, die gaat er ook in. Deze Oikeben, lekker hoor. 50-51. Misschien horen ze het wel een beetje, dat ik zei dat de guardline een beetje gematigd was. Ja. Lotte Torenstra naar Yannick van Veen. Die gaat afgestopt worden, die gaat weer naar de ring. Oh, stomme fout zeg. Wat een stomme fout. Stomme fout inderdaad van Janine Guit. Niet handig. Maar ja, niet niks aan te doen, scoren en we krijgen de bonus voor Yannick van Veen. Inmiddels op 17 punten.
enige speelster nu aan de kant van de Helderse formatie in de dubbele cijfers. Bij Binnenland overigens alleen is dat Malou de Klein. Goed, bonusvrijworp. Yannick van Veen. Gaat hij erin? Die gaat erin. En fout voor Lotte Toren staat, denk ik. Ja, die gaat eruit. De derde fout, denk ik, ja. Ik denk dat Den Helder volgend jaar, overigens, wat er ook gebeurt vanavond, rekening moet houden dat Kiki Fleuren niet meer daar speelt. Die zou toch wel eens naar het buitenland kunnen gaan. Die zou naar het buitenland, maar dat geldt natuurlijk ook voor Iris Venema. Die zijn naar Amerika gaan misschien. Denk ik, ja. Yannick van Veen zou misschien ook nog wel een buitenlands tripje misschien een keertje weer kunnen maken. Ja, weet ik niet. Volgens mij is Yannick tegenwoordig lerares in het basisonderwijs. Daarom, lekker makkelijk als je wil switchen. En, ja, jij weet er alles van. Ja, als ze weggaat en terugkomt, ze zullen iedereen. Je neemt het toch weer aan. Eline Kazis, 3 punten. Lise van de Adel pakt de rebound. En de bal naar Beza. Ja, OIKB. Beza, wat denk je? OIKB ben achter je. Dat is zonde, omdat. Mooi hoor. Jumbal, maar goed. Ja. Beetje snel gefloten, maar. Zonde dat Janine het schot nam, had Eline te lage postpositie kunnen passen. Die stond er helemaal vrij. Ja. Ik denk, probeer nog een keer Beza aan. Een schotje te laten hebben, ja. Dan gaat die 3-sprong ook los, hè? Dat merkte je net ook. Malou de Klein. Malou de Klein met de doorloper. Malou de Klein met de doorloper. 52-54. 4 minuten 30 op de klok. Wat er gebeurt. Binnenland verkoopt de huid duur. Dus in ieder geval geen walk-over. Hè? We waren daar even bang voor, hè? Met het afwezigheid van Jamaila, maar. Binnenland doet goed mee. Melissa het Jong. Voor, ja, dat is het risico als je haar. Ja, ze laat expres Lotte en haar echt helemaal vrij. En ja, dan krijgen ze ook soort schotjes soms tegen. Maar normaal schieten ze die tegen een lager percentage. Goed, deze Oika Ben naar Eline Kazius. Lisa van der Adel. Terug naar Eline. Janine Guit. Eline Kazius. Jumpertje mis. Lisa van der Adel rebound en scoren. 8e punt, Lisa. We blijven op 2 punten. Lisa verdedigt Kelsey Litsch. Oeh, bijna balwinst. Goed geswitcht. Meteen van Eline Kazius. Deze, aanvallende fout, Kiki Fleuren. Vierde fout, Kiki Fleuren. Ja. Wordt gelijk gewisseld voor Elske Heerschop. Ja, dat was goed. Lekker bezig! Ja, dat zag je aankomen, Leo. Ja. Bel van der Bos komt veld in voor Janine Guit. Het zou wel wezen als Binnenland hier. Het kwart in ieder geval gelijk of zou kunnen sluiten. Zeker, dat zeker, zou wel die 4 punten achterstand bij rust dan opgelost. Het zou mooi zijn. En dan gaat het laatste kwart spoken in de 3-sprong. Dat kan niet anders. Goed, Bel van der Bos. Malou de Klein. Screen van Eline Kazius. Turnover. Nou, dat was een fout van Lisa. Maar er werd niet gefloten. 3 punten, Lisa van der Adel. Ja, ja, ja. 11e punt, 57-56. Moet gezegd worden, cadeautje. Cadeautje van de maar, scheidsrechter. Mooi uitgepakt. Ja, zeker. Cadeautje. Oh, ja, foutje. Ja, 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 ja. En de fout van Lisa. Goed zo. Lisa is goed bezig, hard bezig, scherp. Kan nog een fout pakken. Lisa, ik kijk naar de wedstrijd achter elkaar, hè? Donderdag, vrijdag en zaterdag. Nee, je moet watchen om fit te worden. Zeker, ik zat te kijken bij nummer 8, maar ze is natuurlijk gewoon in de goede. Goeie stil van Beza. En hij fluit een jumpball. Oké, dat kan. Ja, pijlwinst als het ware. Pijlwinst, geen balbezit, ja, maar balbezit wel pijlwinst. Voor, 8 seconden out of bounds.
Hij verzond bijna wat anders. Kelsin Lits. Ja, mooi jumpje van Kelsin Lits. Kwaliteit, jongens. 57-58, 2-21 op de klok. Zit te bedenken met wie we er kunnen vergelijken van de Amerikanen van vroeger. Oh. Dat is lastig. Lastig. Oh, en een mooie assist van Malou de Klein op Eline Casius. 9e punt voor. Ja, teamspel is wel eens goed. 59-58. Het blijft een wedstrijd. Elske Heerschop. No way, schijt. Wie is dit dan? Hallo, Voors. Dit is echt een Elske Heerschop. We kijken natuurlijk altijd met een blauwe bril, maar sowieso, heel objectief gezien. Eline stond gewoon hartstikke stil. Ik heb hem even terug laten zien aan de mensen thuis ook. Dan kunnen ze het zelf zien. Elske Heerschop aan de vrije worplijn. Van de helftformatie weer langs zij brengen en dat doet ze. Ja, het zijn belangrijke momenten dit, Leo. Het is aanvallende fouten, punt voor balbezit. Flow, hè. En, of nu, wat gaat Elske doen? De tweede missen. De bal wordt weggetikt. 59 gelijk. Ja, dat is een missen. Balbezit voor binnenland. Dat was een missen van Den Helder. Dat is Oiker Ben. Geraakt door een blokshot door Eline was dat. En de fout van nummer 5, denk ik. 13. Derde fout ook. Vierde. Of hij was heel snel op het bord. Ik denk het, want ik heb er 3 staan. Malou de Klein naar de vrije worplijn. We krijgen een wissel. Max van Lingen komt erin voor. Ja, zit in de problemen met de centers. Dus nu Eline eruit gaat en halen ze meteen haar eruit. Ja. Dan kunnen ze toch net wat kleiner spelen. Hè? Eigenlijk is het dan weer terugbrengen nu, hè, van Eline meteen. Malou, eerste raak. Mijn tip aan de coachingstaf. Eline terugbrengen nu. Minuutje rust gehad, hè, inmiddels. Ja, misschien net na in het vierde kwart. Dan komt hij weer terug in de centers. Dat is waar. Goed, 61-59. Maar goed, aan de andere kant. Zwangerschapje gehad. Hè. 5-6 wedstrijden pas weer bij. Ja, goed. Iris Venema mist. Bel van der Bos pakt de bal. En via het been uit. En de bal bezit voor binnenland. U ziet dat de mensen te hard hebben gesprongen en ik zie dat alle layovers, de camerabeelden niet meer goed te zien zijn. Goed, Beza Oikerben naar Eva van Ooster, moeizaam. En de fout van Max van Lingen. De derde fout. Eva van Ooster naar de vrije worplijn. Janiek van Veen naar de kant voor Amber Libbe-Cabessi. We krijgen Eva van Ooster aan de vrije worplijn. Eerste vrije worp, dan gaat het feilloos in. En ook nee, de tweede gaat mis. 62-59, een minuutje nog te gaan in het derde kwart. Voorsprong staat totaal binnenland. Amber Libbe-Cabessi, verdedigd door Beza Oikerben. Iris Venema verliest de bal. Goed verdedigd, Bel van der Bos. Bal over de zijlijn. Janine Guit gaat veld komen voor Malou de Klein. Die ook even een minuutje rust krijgt. We gaan richting zo het vierde kwart, maar nog 55 seconden op de klok. Goed, Beza Oikerben 3 punten. Die gaat er net niet in. Dat was jammer. Wat mooi geweest. Amber Libbe-Cabessi nu. Verdedigd door Beza Oikerben. En de fout, Beza Oikerben. Ja, dat was de fout. We krijgen 2 maal Amber Libbe-Cabessi.
is toch zonde, dit soort fouten. Ik zit met wat andere probleempjes. We hebben even het scorebord weer... Mensen hebben zo hard gesprongen hier. Ik weet niet wat ze gedaan hebben, maar die denken, ik spring zo hard mogelijk. Dan gaat het scorebord tenminste even weg. Amaleke Kabessi, eerste vrijworp gaat mis. Amaleke Kabessi nog niet op het scorebord. Neem van mij aan dat wij in het derde kwart nog zitten. En deze is wel raak. Eerste vrijworp, tweede vrijworp raak. Amaleke Kabessi, 62-60. 31 seconden. Janine Guit. Eva van Oosten. Oeh, durft het niet aan. Paast uit naar Lisa van Adel. Naar Bezo Ikeben, 3 punten. Mis. Maar Eva van Oosten met een hele goede rebound. Onze bal. En dan is het balbezit voor Stadportaal Binnenland. Kijken wat er gebeurt nu. Met nog 15 seconden, schot op een 14. Dus Binnenland zal proberen de tijd vol te spelen. En in de laatste seconde van de schotklok nog een poging te doen. Dat was een fout voor Amaleke Kabessi. Ja, die hield duidelijk vast. Ook derde fout, Amaleke Kabessi. Ja, daar hadden ze het aardig in de fouten momenteel ook. Ze zitten redelijk bij elkaar, denk ik, van totaal. Mila Aalse voor Janine Guit. Het zou wel zijn, aanvallende rebound en een dunk eroverheen, hè? Ja, zoiets. Goed, Beza naar de vrije woordenplein. Eerste vrije woord mis. Zonde, Binnenland laat hier kansen liggen. Hoog schieten, zegt hij. Ja. Tweede vrije worplijn, 62-60. En die zit er wel in. Negende punt, Beza Oikerben. Press van, bijna fout van is niet handig. Max van Lingen. Die schiet een 3 punten nog even erin. Oh, en daar is een dat fout. Dat is zonde. Geen fout. Ja, en fout. De fout van LSG Heerschop. Ontzettend dom. Tweemaal. Ja, Ben is helemaal uit zijn stekketje natuurlijk. Dat is niet handig. De Bel van de Bos gaat naar de vrijworpenplein. Tweemaal de schot. Ja, de kort staat op 0. 0.01 dus. Zijn. Maar daar was echt nog voor. Daar gaan we even overleggen. Ja. Ja, dat hoeft niet uit te leggen. Dat is bijna minimale tijd. Ja, ik bedoel, vrijworp, raak of mis maakt niet meer uit. Er gaat niks meer gebeuren daarna. Dus gaat Binnenland nog met een voorsprong het laatste kwart in of 0.0. Blijft het 63-63. Nou ben je te laat. Ja, ja, coach Bennis zegt, joh, waarom gaan die rebounden? Bel van de Bos, eerste vrijworp klaar. Ja. Ah, goed kwart van Binnenland. Goed kwart van Binnenland. Zeker. 25 punten al. En de tweede vrijworp gaat er ook in. En het einde, derde kwart, 65-63. En we gaan eventjes onze stem smeren. En naar de herhalingen. In het vierde kwart, maar dan, vierde kwart. Dan komt hij weer terug in zijn centers. Dat is waar. Goed. En deze is wel raak. Eerste vrije worden. Tweede vrije worden bij 62-60. Die zit er wel in. Van niet handig. Max van Lingen. Die schiet een 3 punten nog even. Bel van de Bos. Eerste vrije worden klaar. Ja. 25 punten al. En de tweede vrije worden gaat er ook in.
Ja, Leo, dit kan nog wel eens wat worden, Leo. Ja, 65-63, Mies. En ja, er is nog een kwart te gaan. Er kan nog wat van alles gebeuren. Zeker niet. Maar ja, het ziet er op zich... Binnenland geeft ze in ieder geval niet zomaar gewonnen. Laten we dat, dat voorop stellen. Dat is denk ik het meest belangrijke. Zeker waar. We gaan kijken. Kwartje vier. Kwart vier. We beginnen met balbezit voor Den Helder. Stets overigens, wat je ziet, Binnenland oplopend schotpercentage. Beide teams niet echt scherp van de vrije worplijn. Dat is dan wel weer een opvallende gegeven. Ja, goed. Ja, er zit wel nog 10% tussen. Elske Heerschop past eigenlijk naar Max van Linge. 2 punten, mis. En Kelsey Licks een belangrijke rebound. Ambalewe Kabessi gaat een jumpertje pakken vanaf de kop, die gaat mis. En nu is het Beza Oikaben, de kleinste van het hele stel, die de bal pakt. Bel van der Bos. Ja, Lisa van Adel over de middenlijn. Eens kijken wat er nu gespeeld gaat worden. Bel van der Bos krijgt de bal. Verdedigt de Elske Heerschop. Hij gaat naar de ring. Verliest de bal. Ja, en dat is zonde. Slechte aanval. Van de binnenlandkant. Baseline. Bal over de achterlijn. Ja. Ik was er al aan het zoeken. Maar nee, die stond nog niet in het veld. Nee, en komt nu weer terug. Ze zag er ook niet op de bank zitten, maar ze zat al klaar om te wisselen. Ik denk dat het goed is om aanvallende impulsen te blijven houden. Beza ook kijken. Goed, Beza. 65-63 nog steeds. 8 minuten. Gaat naar de ring. Stopt af. Bal naar Malou de Klein. Eline Kazis en de fout van Lotte Torenstra. Vierde fout. Vierde fout, Lotte Torenstra. Lisa van Adel komt terug voor Eva van Oosten. Scoren zou zeer welkom zijn. Scoren zou wel welkom zijn. Eens kijken, Eline Kaasjes naar Beza Oikaben. Malou de Klein. 2 punten mis. Elske Heerschop de rebound. Janiek van Veen. Janiek van Veen, 18 punten. Enige speelt in dubbele cijfers aan de kant van Den Helden. Elske Heerschop. Boeken. Scoren, Elske Heerschop. En de fout van Janine Guy. Hij zit er mooi in het lijntje. Je ziet dat ze de linkerarm eromheen gooit. Maar ja. Aan de andere kant heel lichtjes. Ja, niet fluiten. Door. Ja. Nee, op zich. Ja, goede actie. Goed. De vrije worp, bonusvrije worp van Elske Heerschop. Die gaat mis. Maar pakt de eigen rebound. Fout verliezen van Adel op Elske Heerschop. Die weer naar de vrije worplijn mag. Slechte rebounding. Ik snap ook niet zo goed dat Beza gaat rebounden hoor, maar... Nee, snap ik ook niet. Goed, 2 maal Elske Heerschop nu. Die eerste is mis. Goed, dus even kijken. Laatste vrije worplijn. Elske Heerschop, ook die gaat mis. En nu is het wel de rebound voor Binnenland. Ja, het nou, dat mag heel veel weer. Bal Lise van Adel, Janine Guit, 3 punten. Ja. Janine Guit. 7-68-65. 8 minuten te gaan. Fout Janine Guit. Dat was haar vierde. Ja, maar ze had 3 teamfouten dan, Leo. 3 teamfouten, 8 minuten. Ja. Je kan in ieder geval stop de klok spelen. En dit is dus de vierde volgens mij voor Janine. Ja, ik zag Joost dat naar Reden zijn. Wel van de Bos gaat terugkomen. Janiek van Veen. Kelsey Lich, 3 punten. Die gaat raak. Goeie 3 punten van Kelsey Lich. Geweren. Helemaal out of position. Ja, out of position, maar... voet in ieder geval. Daarom is ze zo goed, hè.
eventjes iets met de tablet fout. Er wordt even naar gekeken. Iets met de tablet inderdaad. Kijk, in ieder geval Bel van der Bos gaat nu terugkomen voor Janine Guit. Lekker wat problemen te zijn met de tablet ja, inderdaad. Ja. Ik kan een muziekje opzetten, zou leuk zijn natuurlijk. Ja, we kunnen eens kijken of... Of er geluid aan staat, maar dat is wel die staat niet aan in ieder geval. Dus. Nee, Brandy heeft zelf de knoppen af en toe in handen. Maar, even kijken. Ja, we kunnen weer door. Niks aan de hand verder. Goed, dan gaan we weer. 7:50 inmiddels op de klok. Balbezit startportaal binnenland. Bloedstollend hier in de drie sprong. De helders zit klein. Lisa van de Adel. Bel van de Bos. Dreigen. En voetbal. Ja, dat is voetbal, hè. Voet naar de bal. Ja. Voor alle meekijkende scheidsrechters. Dit was er een. Marloes de Klein, die gaat naar de ring. Die gaat, wordt half geblokt, denk ik, door Lotte Torenstra. Ja, ze krijgt niet, dus ik denk ook dat het inderdaad een blok was. Lotte Torenstra, Iris Stengela. 3 punten, Yannick van Veen. Ja. Ja, als iemand het dan doet, dan weet je bijna dat zij het doet vanavond. Ja, 1 punt. Moet je toch weten, hè, als ze binnenland. Zeker. Yannick van Veen. Eerste fout. Maar pas haar eerste fout. Goed, 68-71. Binnenland weer op achterstand. Verdiende kaartjes, Bel van der Bos. Dat was Malou helemaal klaar. Vrij soortig uitgespeeld. Kan wel eens een beslissend moment worden. Ja, nu is het zaak om dicht te houden. 3 punten, Iris Venema. En die mist dan. Lotte Torenstra. 3 seconden. 3 seconden, maar wordt niet gefloten. Oh. Geef hem een geluid. Staat eraan. Ongelooflijk. Ja, het is dan jammer dat hij dacht dat die bal uit was. Ja. Hij denkt die bal is uit, die bal is niet uit en hij fruit gewoon. En dan geeft hij maar een fout voor het gemak. Dit is er wel een. Nu nog eentje. Ja, dit is er wel een, maar daarvoor... Man. Helaas, 2 vrije worpen nu. Ja, maar dit was wel een fout. Nou. Ja, dit was wel een fout, maar hiervoor natuurlijk niet. En wat je ziet is dat de arbitrage wel een hele belangrijke rol in deze wedstrijd heeft. Goed, Yannick van Veen aan de vrije worplijn. Die gaat er in. Ik heb hem teruggekeken, het is echt lachwekkend. Het is echt niet normaal. Ze zit helemaal niet aan de. Nee, ze stapt zelf uit het veld. En ook de tweede is raak. Ah, zo'n dure vrije worp. En time-outje. We gaan even stil zijn. Elske Heerschop. Hoeken. Scoren Elske Heerschop. Van Adel, Janine Guit. 3 punten. Kelsey Lich. 3 punten. Die gaat raak. Goeie 3 punten van Kelsey Lich. 3 punten, Yannick van Veen. Ja. Ja, als iemand het dan doet, dan weet je bijna dat zij het doet.
Yes. Ja, soms kun je ook gewoon zeggen, joh, ik maak een foutje. Hè? En dat is mijn fout en jullie krijgen toch de bal. In plaats van een of andere fout fluiten. Ja, zeker. Maar goed, ik heb toch een keer meegemaakt met Saskia Warmerdam. Die gaf gewoon de bal aan ons mee. Ze zei, ah, sorry, mijn fout, toch jullie bal. Ja. Nu gaat dat dan niet, maar goed. Goed, we gaan verder. 68, dit is natuurlijk ook een fout. De bel van de Bos wordt omvergelopen door... Wordt omvergelopen door de speelster. Komt op de grond terecht. Wordt niet gefloten. Ja. Ja. Bal is afgegeven. Ja. Ja, Den Helder speelt te groot. Misschien dat daarom nu kan. Ja. Goed, we gaan verder. 16. Kijken wie uitstapt. En die Kaasjes. Oeh, via een hond. Dat was dat duidelijk voor ons. Ja. Voor ons is het duidelijk. Voor ons is het heel duidelijk, ja. Goed, we gaan verder. 2 seconden van de scorekaf. 6-0-8. Het duurt even wat langer voordat de wereld gebeurt. En die Kaasjes. Malu de Klein. Moet naar de ring, want de schotklok gaat. Ja, 3 punten. Charlie Guijs. We staan weer op 71-73. Kiki Fleuren naar Kelsey Lips. Janiek van Veen, verdedigd door Janine Guit. Kelsey Lips screen, Janiek van Veen. Moeizaam onder de ring. Eva van Oosten pakt de bal. En nou is de fout voor. Kelsey Lips, tweede fout. Even kijken wie de fout krijgt. Ik weet niet of het... Ja, ja, je weet het niet meer. Tweede fout. Ik denk niet dat het een fout was, maar... We hebben een boordelaar ergens zitten, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, oké. Okay. Nou, dan ben ik benieuwd. We gaan kijken wat zij het anders zagen. Janine Guit. Eline Kaas is terug naar Janine Guit. Slechte paas. Fout Lisa van Adel. Ik denk dat haar vijfde is. Stervende zwaan. Dat is haar vijfde fout. Ja, vijfde fout. Vijfde fout. Ja, je had er ook al van. Ik had ze ook. Dan telt ze vaak wel goed mee. Goed, Kiki Fleur aan de vrije worplijn, maar mist de eerste. Dat helpt. Tweede vrije worplijn, Kiki Fleur. Die zit er wel in. 10e punt, Kiki Fleur. De bal is niet aangeraakt. Dat kan nog helemaal niet tellen. Dat kan helemaal nog niet, meneer. Man. Nee, het niveau arbitrage is, niet om uit mijn huis te schrijven. 3 punten, Malou de Klein. Mis. Eline Kaasjes pakt de rebound. Terug naar Malou de Klein. Oeps. Eva van Oosten. Ja, staat over de zijlijn. Dat is zonde. Kon ik niet zien? Ja, ik zag het wel. Eline Kaasjes is nu gewisseld voor... Voor hetzelfde gaat het 5 seconden. Omdat ik ga tellen. Ja. Drie punten verschil. Goed, Kiki Fleur. Goede fake bal, maar mist. En via Janine Guit, bal voor het binnenland. Malou de Klein. Barst uit. Maar Eva van Oosten. 3 punten, Janine Guit. Heel ver. Mis. Goede rebound voor Eva van Oosten. Bal bezit binnenland. Ja. Goed gezien door de arbitrage. Denk het ook.
Ik denk het ook. Ik ga heel veel wat corrigeren. Ja, we hebben eerder in Haarlem dat soort taferelen gezien. Ja. En dat willen we niet. Geen kinderen achter de basket. Nee. Geen loslopende, rennende mensen. Dat doen we niet aan. Dus eventjes zorgen dat het weer goed is. Goed, we gaan weer verder. Florian de Boekenstein, Beza Oikabin, Malou de Klein. Malou de Klein hier. Eva van Oosten, 3 punten, mis. Oeh. Zonde. 3 puntjes verschil, blijft 3 punten. Doe or die is het. Doe or die, Leo. 4 minuten 28. 71-74. Een stop is belangrijk nu. Goed verdedigd, Florian de Boekenstein. Malou de Klein. Oh, eentje met een neppe fake. Ja! Ja. Neppe fake. Technische fout. Flopping. Sorry, maar dit is wel even een terechte call. Kieke Gele gaat eruit. Kieke Gele. Fleur, vijfde fout, de laatste wedstrijd. Dit was flopping. Een belachelijke flopping. Eenmaal en dan denk ik tweemaal. Of scoren, ik weet niet of hij zat. Nee, hij zat volgens mij niet. Werd er een fout gemaakt op Malou. Het is het tweemaal natuurlijk, hè, als hij mis is. Ze ging toch omhoog. Het is natuurlijk tweemaal. Het kan toch niet anders. Of niet? Heb ik het nou mis? Ja, geen idee. Volgens mij ging ze omhoog en dan flopt ze. Dus de vraag is of ze in 2 keer is. Ik denk dat we eenmaal krijgen en dan tweemaal, denk ik. Of balbezit. Hij fluit maar 1 fout. Het is... En die is mis. Dat is 6 zonde. Ja, dat... Maar was dan de fout was dus voordat ze 2 tellen hebben? Had eigenlijk geen fout gemaakt dus. Ja, technische fout is ook een fout. Ja, ik zou zeggen 2 maal. Maar ik, nou ja, dat, misschien maar, dat de scheidsrechter... Let op, komt ie. Ik zal niet zeggen wie er hebt, maar die gaat het aangeven. Oh. Beza Oikabin, mis. Bal voor Iris Venema. Venema die bal uit de lucht plukt met haar sprongkracht. Oeh, Yannick van Veen. Yannick van Veen. Toch heel belangrijk, hè, voor deze... Binnenland scoort niet, hè? Binnenland scoort niet. Malou de Klein, mis. En geen rebounding meer, hè? Nee, en als deze dan zit, dan zal de tweede termijn van Binnenland moeten zijn. Hier is Venema, Kelsey Litsch, Lotte Torenstra, Yannick van Veen, Elske Heerschop. En we krijgen een sprongbal. Balbezit voor Den Helden met nog 4 seconden op de klok. Aardig gedaan. Goed gedaan. Laura Nederveen vervangt Beza Oikabin. Kleine Beza die even naar de kant mag. Als je Litsch, die is mis. Maar ja, dan moet je de rebound pakken. Ja, balbezit binnenland. Als hij hem andersom had gegeven, had het ook goed geweest. Want... Ah, duidelijk. Kom. Nee, ik zag hem niet. Zo'n bal zie ik dat niet. Zie ik met mij. Volgens mij, het leek een beetje de andere kant op, Leo. En wederom, het scorebord is uit beeld. We gaan weer wat proberen te maken voor jullie. Ik hou de stand al even bij. 71-76. 3 minuut 10. Mocht te gaan, binnenland. Aanvallende fout van Laura Nederveen. Coach Remy de Wit niet blij met de arbitrage, maar ik denk dat dat ook voor Mario Bennis geldt. We gaan verder. Iris Venema gaat wil drijven, goed verdedigd door Eva van Oosten. Kelsey Litsch, Yannick van Veen, verdedigd door
Janine Guit. Oeh, dat is Kelsey Lynch. Verdedigd door Florian de Boekstein, maar scoort wel. Time-out voor Binnenland. 71-78. 2-45 te gaan. Dan gaan wij een scorebordje fixen. Tot zo. Goed, daar zijn we weer. 2:45 op de klok. 71-78. Balbezit startportaal Binnenland. Eens kijken of Binnenland weer wat scores kan laten aantekenen. Om toch de laatste fase de achterstand goed te maken. Om zo nog een wedstrijd 3 af te dwingen. Die dan aankomende dinsdag in de Helder. Donderdag gespeeld zou worden in de Helder. Afspraak is donderdag. Dat is dicht op de zaterdag. Goed, maar goed. Daar gaan we. Dat is voor ons. Hij is voor ons. We gaan er 10 seconden op de schotklok. Eva van Oosten. Janine of Malou de Klein. Jumpertje, mis. Ja, Malou raakt ook niks meer. Nee. Ja, en dan denk ik, Michel, dat het wel heel lastig gaat worden. Ja. En dat Binnenland eigenlijk het in de eindfase laat liggen. Hier is Venema, gaat over de baseline, maar mist Janine Guit. Of Malou de Klein pakt de rebound. Nou, een score zou nog kunnen helpen. Ja, is vast. Niemand komt open. Hey, Malou, over de technische fout. Ja. Het was een goede directe technische fout. Mag ook gezegd worden. Ja. Het is eenmaal en omdat ze heeft geschoten, een sprongbal. Ze heeft geschoten en gemist. Okay. Ze kreeg een sprongbal. Okay, okay. En die was voor ons waarschijnlijk. Goed, Florianne Boekenstein. We zijn inmiddels in de laatste 2 minuten. Janine Guit, 3 punten. Die gaat mis. En wederom geen rebound. Daar schort het nog aan bij Binnenland. 387 kijkers, Leo. Dat de laatste anderhalve minuut gaan meemaken. De laatste anderhalve minuut, 71-78. Dit gaat Binnenland niet meer redden. Dus zal dit de laatste wedstrijd van het seizoen 2022-2023 zijn. En nog een fout van Beza op Kelsey Lynch. Die de aanvallende rebound wilde pakken. Dat zal bijna niet te voorkomen meer zijn. Nee. Moet echt een bizarre slot komen. Mocht dat zo zijn. Klopt. En dan... Goed, Kelsey Lynch. Eerste vrijworp gaat daar raak. Kelsey Lynch in dit kwart goed voor 6 punten. Inmiddels op 15. Dan zou ik bijna zeggen dat ons 1 minuut 24... We hebben gekkere dingen meegemaakt. Klopt. Maar... Time-out. Binnenland. We doen dat herhalingen erin. Elske Heerschop. Hoeken. Scoren. Elske Heerschop. Van Adel. Janine Guit. 3 punten. Raak. Kelsey Lynch. 3 punten. Die gaat raak. Goeie 3 punten van Kelsey Lynch. 3 punten Yannick van Veen. Ja. Ja, als iemand het dan doet. Moet naar de ring. Want de schotklok gaat. Ja. 3 punten. Janine Guit. We staan weer. Tweede vrijworp bij Kiki Fleuren. Die zit er wel in.
Oeh, Yannick van Veen. Yannick van Veen. Klopt, klopt, klopt. Maar, time-out, Binnenland. Ja, ik zou bijna willen zeggen, Leo, als we nu een 3 punten scoren, dan winnen we die wedstrijd nog. Maar dat zou wel heel erg hoopvol zijn. Hè? Zou heel hoopvol zijn. Ik denk dat we tevreden moeten zijn met wat er gebeurd is. Je zou bijna je stem terug dan dat, dat gebeurt. Ik denk het ook, ja. Ja. Overigens, in Haarlem is het rust bij Triple Threat tegen Grasshoppers. Daar staat het 33 tegen, let wel, 68. Shemineze. Naar de eerste helft voor Grasshoppers. Dus de finale zal dan uiteraard tussen Den Helder en Grasshoppers gaan. En dan begint dan op donderdag in Den Helder. Zaterdag in Den Helder. Zaterdag in Den Helder. En dan gaan we wel in de best of 5, hè. Hoop ik maar mag. Thuis. Thuis. Okay. Helder. Goed, Janine Guit gaat het nog een keer proberen. Laura Nederveen naar de ring en scoort. De eerste puntenpas voor Laura in de laatste minuut. 73-80. Kan Binnenland nog een stop maken? Dan heeft en het toch nog kijken of er nog wat mogelijk is. Ja, bijna balbezit. Nee, net niet. Dus de bal blijft toch in bezit van de Helder. Elske Heerschop op de baseline. Bijna een interceptie van Evan Oosten. Nog 4 seconden op de schotklok. 5 eigenlijk. Wederom even de tijd. Bal naar Kelsey Lynch, die de bal over de achterlijn gooit. En de bal voor Binnenland. Kan Binnenland nog verrassen? Goed, nou zal een snelle score nodig zijn in ieder geval. Een 3-punter het liefst, Leo. Het liefst een 3-punter. Boom! Duurt te lang dit. Geen goed screen. Ja, en dan balbezit van Malou de Klein. En dan gaat Iris Venema. Dat zal... De dagger zijn, hè, zoals ze dat zo mooi noemen. Scoren. Hier is Venema 10 punten inmiddels. 25 seconden. Beza Oika Ben. Maar Janine Guit. Duurt te lang. Dan zou je nog dromen ervan. Het zijn de laatste secondes. En nog een keer turnover. Dit wordt einde seizoen 2022-23. Balbezit gaat nog even naar Den Helder 9 seconden. Ja, dan krijgen we toch een soort van eindejaarsgevoel. Laatste seconde stikken weg. Ja. Leo, bedankt voor het afgelopen seizoen. Ja, jij ook, Michel. Heerlijk achter de stream. Wat er volgend jaar hier in Baarnberg gaat gebeuren, dat wachten we allemaal af. Dat gaan we later zien. We moeten onze traantjes... Feliciteren trouwens Den Helder. Ja, Den Helder gefeliciteerd. Ik bedoel, ook op basis van natuurlijk de hele competitie... Ja. Een terechte finalist. Binnenland heeft het spannend kunnen maken. Maar met name het laatste kwart. Ja, onvoldoende. Scorend en reboundend. Ja, eens. Hey, even een heel klein kort terugblikje op het seizoen, dames en heren. Hoe noem je dat? Apart seizoen, hè? Ja, apart seizoen. Wisselvallig, denk ik. Ja. Tussentijds de coachwissel, die natuurlijk ook impact heeft gehad. Geblesseerde speelsters. Ik denk heel lastig seizoen uiteindelijk. Ja. Maar goed, desondanks toch veel jeugdspeelsters ook de kans kunnen geven om te spelen. En ook dat is belangrijk natuurlijk voor eventuele toekomst. Ja, nee zeker. Florianne Boekenstein, Beza. Beza, Laura Nederveen, Mila Aalsen, die wat minder aan bod gekomen. Maar ook geblesseerd geweest. Jaline en Larissa in het eerder stadium veel minuten. Ja, Arisan die nog wat minuutjes heeft gemaakt. Precies, dus in die zin denk ik dat je kan zeggen dat een goed seizoen geweest. Er had misschien nog wat meer in kunnen zitten, maar ja, dit is wat het is. Ja, helemaal eens. Hadden we... niet Den Helder moeten hebben, hadden een andere kans gehad mogelijk. Leo, ja, wat zal ik nog zeggen? Ik denk dat we gaan afsluiten met de mensen. Een fijne avond te wensen. Ja, en iedereen een goede finale reeks uiteraard. En goede zomervakantie, want die gaat er daarna aankomen. Ja, precies. We laten de stream lekker even doorlopen voor u allen. Ik bedank Leo nog eenmaal. En dan ook u alle kijkers voor het afgelopen seizoen. Bedankt weer en mogelijk tot later.